van het De Luchtig College, van de Wald van Elf. Van de Venrotse Valselovensvereniging De Pierlaas, de dato 4 januari 1986, is benoemd als opvolger van hun De Luchtige dwaasheden. Tom de Nuste. Schenk de Nuste. Jan de Nuste. Wim de Nuste. Sjaak de Nuste. Jan de Nuste. Kas de Nuste. Leij de Nuste. Frans de Nuste. Joop de Nuste. Henk de Nuste. Graag de Nuste. Karel de Nuste. Piet de Nuste. Martien de Nuste. Martien de Tweede. Ben de Nuste. Paul de Nuste. Koos de Nuste. Chris de Nuste. Piet de Tweede. Joost de Nuste. Kurt de Nuste. Geert de Nuste. Mathieu de Nuste. Hans de Nuste. Jan de Tweede. Theo de Nuste. Toon de Nuste. Tom de Nuste. Jeff de Nuste. Jeu de Nuste. Paul de Tweede. Wim de Tweede. Jan de Derde. Joost de Tweede. Joost de Derde. Piet de Derde. Ben de Tweede. En Huub de Nuste. Tot opper hier over alle Pierlazen, inclusief de Oostrumse Kartelingels. De Oelderse Sperrimakken. De Kaaselse Schansenknuppels. De Vuilense Vuilikers. De Lutse Knellekes. De Vredevielse Glutentrappers. De Meerselse Zagenwetters. De Hetse Hetsbulen. De IJsselsteinse Bielreuzen. En de Rotse Hazenkeutels. Prins Carnaval 1986. Met alle rechten en plichten aan dit hoergaand verbonden. Dan tot ziens, adjudant de Koos. Wiel Zwakhoven! Dan tot ziens, tweede adjudant de Koos. Theo Stevens! Hoi, hoi, kom maar rustig, hoi, hoi! Dan op de 11e van de derde, in 1949, geboren en getogen. Venrotse jong, John Hubertus Everhard van Nisselrooy.
Pierazen en Pierazinnen van Rooi. Mij rest niks anders als nou het woord te geven aan onze Nederlands. Jan! Dank u wel, Bospiet. Mensen, als Prins had ik een klein beetje te vertellen. Eén ding zou je een keer willen vragen aan Onnie. Hoe vonden jullie vanavond toen jullie hier de foyer binnenkwam? Hoe was die versierd? Toch wel echt grandioos, hè? Een applaus voor de jongens. Nee, heb ik zelf niet gedaan, maar de anderen gedaan. Ik kom er zelf ook van papier. Ik wil één ding zeggen. Pierhazen en Pierhazinnen, want dat is mijn verhaaltje. Wat is het toch mooi om zo te mogen beginnen? Namens mijn adjudanten, Wiel. Meteen dank ik de Pierhaas dat ze ons uitgekozen hebben. Daarom zou ik willen zeggen, Gertrud, Gertrud, want de vastelovend is maar kort. Sjan, dat kun je niet meer overtreffen. Schitterend. Ik zou willen vragen aan iedereen in de zaal om te blijven zitten, zodat onze nieuwe prins met zijn adjudanten, met de Raad van Elf, in de foyer klaar kunnen gaan staan voor de receptie die zo meteen volgt. Voordat we gaan lopen, zou ik iedereen willen bedanken. Zowel de 300 artiesten die van deze kant hebben meegedaan, als de 600 artiesten die in de zaal hun best hebben gedaan. Want hier is een stukje gemaakt en jullie waren het meer. Jullie hebben het afgemaakt. Klasse. Als ik me niet vergis, het Herman nog wat in petto. Oh.